jou zoek ik wel. Ernst, Bobby en de rest. En zing eens mee met z'n allen. Ernst, Bobby en de rest. Dat kan toch harder? Ernst, Bobby en de rest. En je aan vieze tantes huiswerk maken, pianoles. Of aan speelgoed dat steeds stuk gaat, ook de pest. Oh, kijk dan naar Ernst, Bobby en de rest. Twee weken zo hard. Ernst, Bobby en de rest. Drie keer zo hard. Ernst, Bobby en de rest. Nog een keer. Ernst, Bobby en de rest. Ik zeg jongens, hallo. Vaders en moeders, hallo. Leuk, zijn er ook opa's en oma's? Ja, hallo opa's en oma's. Oh, hebben jullie er een beetje zin in, jongens? Dat kan natuurlijk harder. Nee, 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 dom. Het moet veel zachter. Sst, ik zal zeggen waarom. We vieren vandaag iemand zijn verjaardagsfeestje. Hij heeft een groene bril en een blauw jasje en zijn naam is... Sst, niet zo hard. Want Ernst komt strakjes hier. Hij is al onderweg hier naartoe, maar ik heb een leuk idee. Zullen wij dadelijk, als Ernst er is, zingen met z'n allen lang zal ze leven? Zullen we dat doen? Dat is... Oh, sst. Ik hoor iemand komen. Dat is vast Ernst. Als jullie je nou verstoppen achter je stoel, dan tel ik dadelijk tot 3 en dan zingen we lang zal ze leven. Allemaal verstoppen. Verstoppen. La 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 la. Hallo, hey joh, ik zie alleen maar volwassenen. Ik dacht dat dit een kindervoorstelling was. Oh, wacht even, ik ben hier aan de zijkant. Hier. Hé, hey, maar wacht, ho. Ik hoor lang zal ze leven, maar komen jullie voor de verjaardag? Ja! Dan moeten we toch met z'n allen zingen, lang zal ze leven. Oh, wacht, een piano, wacht even. Ik weet alleen niet zeker of... Wijnand, is deze aangesloten? Oh ja, oké, jongens, met z'n allen, lang zal ze leven, daar komt ie. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria. Gloria. En nou alleen jullie. Gefeliciteerd, Bobby! Wacht even, we vieren toch jouw verjaardag? Ja, ook. Ook? Ook! Hoezo ook? We vieren mijn verjaardag. Ja, precies, allebei. We vieren mijn verjaardag, maar ook jouw verjaardag. Was je het vergeten? Dat is waar ook. We vieren ook mijn verjaardag. Ernst, gefeliciteerd met mijn verjaardag. Hé, hey, maar hoe kon jij nou ineens zo goed piano spelen? Nou ja, ineens. Ineens, ik bedoel... Kijk, we zijn al 20 jaar op de Nederlandse televisie. Ja. We zijn al 1000 jaar beste vrienden. En er zijn blijkbaar nog steeds dingen die jij niet weet van mij. Ik zit op pianoles al een jaar ongeveer. Nee, ja. Bij wie? Opperdam, mevrouw van Opperdam. Oh, mevrouw van Opperdammetje. Waar ben jij ook zat? Ah, jongens, vonden jullie dat Ernst mooi piano kon spelen? Moet hij nog een stukje spelen? Ernst, zou je voor ons nog een stukje willen spelen? Nee, we gaan beginnen. Moet Ernst nog een stukje spelen? Ja! Tuurlijk moet hij spelen, Ernst. Hij gaat spelen een heel mooi stukje van Chopin en Mozart door elkaar heen. Door elkaar heen? Nee, jongens, ik doe dit voor even. Let op. Oh, dat is ook lekker. Wat is dit? Billy. Billy. Applaus voor Ernst, man. Je bent de nieuwe Vibi Surgeri. Ja, dag. Ik kan zelfs spelen zonder handen. Hey. Man, je zit ons in de maling te nemen. Hier, je hebt op een knopje gedrukt. Demo. Ja, dat klopt. Maar het is een heel klein knopje. En op mijn leeftijd zo'n klein knopje vinden is nog best ingewikkeld. Toch? Ja, ja. Vind ik. Ja, u weet waar wij het over hebben. Ja. Hey Ernst, maar ik heb een veel beter idee. Zullen we niet even met z'n allen een Ernst en Bobby liedje zingen over onze verjaardag? Welke? Ja, jarig. Wat vinden jullie? Oké, maar wacht even. Dat gaan we doen.
Maar in het refrein zit het woord jarig. Oh ja. Willen jullie dat woord jarig dan keihard mee zingen? Ja, met z'n allen. Zullen we dat doen? Vandaag is Jumbo 66 jaar. Er is een koffie, thee en limonade klaar. En zegt tegen de dieren dat hij een partijtje geeft. En dat ze mogen komen, want dat is wel beleefd. Ja, 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 jarig. Zet een cadeautje daar maar klaar. Want er is er hier weer eentje jarig. Jarig, zet een cadeautje daar maar klaar. Jarig ben je één keer in het jaar. En nou jullie! Jarig, zet een cadeautje daar maar klaar. Want er is er hier weer eentje jarig. Zet de cadeautjes daar maar klaar. Jarig ben je één keer in het jaar. Als een flamingo zijn verjaardag viert, dan is hij nooit alleen. Ze staan dan, wat ben je aan het doen? Ik ben een flamingo aan het halen. Oh ja, natuurlijk. Op één ben je jij jarig. Zet de cadeautjes daar maar klaar. Want er is er hier weer eentje jarig. Jarig, zet de cadeautjes daar maar klaar. Jarig ben je één keer in het jaar. En nou jullie. Zet de cadeautjes daar maar klaar, want er is er hier weer eentje jarig. Zet de cadeautjes daar maar klaar, jarig ben je één keer in het jaar. Take it away! Bij een apenpartij is de chaos snel compleet. Want wie er nou jarig is, niemand die het weet. Cadeautjes liggen overal, papier vliegt in het rond. Ja, bij de apen gooien ze cadeautjes op de grond. Ja, 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 jarig, zet de cadeautjes daar maar klaar, want er is er hier weer eentje jarig. Jarig, zet de cadeautjes daar maar klaar. Jarig ben je één keer in het jaar. En nou jullie! Zet de cadeautjes daar maar klaar. Want er is er hier weer eentje jarig. Zet de cadeautjes daar maar klaar. Jarig ben je één keer in het jaar. En dan eet je repen chocola, Bobby. En pakken vanillevla-erts. Lekker, mama. Een grote, dikke pannenkoek. En heel veel zaken snoep. Ja, 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 jarig. Zet de cadeautjes daar maar klaar. Want er is er hier weer eentje jarig. Jarig. Zet de cadeautjes daar maar klaar. Jarig ben je één keer in het jaar. Jullie. Zet de cadeautjes daar maar klaar. Want er is er hier weer eentje jarig. En op je allerhardst. Zet de cadeautjes daar maar klaar. Jarig ben je één keer in het jaar. Ha! Applaus voor jullie. Ja, jullie zijn echt goed. Wat hard. Goed, hoor. U zong ook mooi mee. Ja, leuk. Hé, hey, Ernst. Oh, ja. Ik heb een leuk idee. Wat dan? Zullen we er een spannend spel van maken van ons verjaardagsfeest? Of nee, een groot verkleedfeest. Dat is lachen, man. Verkleden zo. Verkleden, verkleden. Nee, 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 nee. Ik, luister, ik hou helemaal niet van verkleden. Je bent toch al verkleed? Ja, nee, weet ik veel. Nee, Bobby, ik heb een veel beter idee voor onze verjaardag. Dat is helemaal ook van nu. We maken er een, let op, we maken er een CO2-neutraal partijtje van. Moet je ook een beetje zo staan, zo? Nee, Ernst, we gaan een groot verkleedfeest doen. Dat lijkt wel lachen. Nee, maar, nee, 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 gewoon, we gaan, Bobby, denk nou toch even, nee, we gaan de natuur in. We gaan de natuur in en dan gaan we allemaal dingen zoeken in de natuur. Dingen zoeken in de natuur? Oh, wacht, ik heb wat gevonden. Ik heb een oude zuurpruim gevonden. Ja! Nee, ik heb een eikel gevonden. Gisteren in het bos. Ja, hier, kijk. Was ik vergeten te vertellen. Oh, dat, ja, 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 ja. Leuk, hè? Moet je kijken hoe mooi. Ja, ja, ja. Het is, je hebt hem andersom. Je, ook zo. Sorry. Het is weer het seizoen. Nou, anders wordt hij misselijk als hij zo... Ja, dat is het, ja. Bobby, weet je wat? We kijken nog wel eventjes wat we gaan doen op onze verjaardag. Maar wat we in ieder geval gaan doen, jongens en meisjes, is verjaardagstaart eten. Dat hoort toch op een verjaardag? Ja! Bobby, verjaardagstaart eten op een mooi gedekte tafel. Heb ik. Helemaal goed. Waar is de verjaardagstaart? Oh, die staat in de koelkast. Wacht even, dan doe ik even de bordjes. Waar is de koelkast? Daar. Oh ja. Doe ik even de bordjes lekker. Goed. Kan die hier in het midden staan. Ah, oh, zin. Helemaal goed. We gaan... Bobby. Ja. Waar is de verjaardagstaart? In de koelkast. Ik heb net gekeken. Dan moet je beter kijken. Hij staat hier in het midden van... Hm? Bobby. Ik heb eens even kijken. Wat is het vandaag? Ja, vorige week woensdag aan jou gevraagd of jij wilde bellen naar bakkerij De Lange uit de Badhuisstraat om de verjaardagstaart te bestellen. Heb jij dat gedaan? Ja. Oké, okay, nou, helemaal goed. Dan ga ik nu bellen naar bakkerij De Lange. Ik heb geen telefoon. Mevrouw, mag ik even uw telefoon? Ze heeft geen idee. Ik moet even uw telefoon. Even bellen.
Je moet sowieso niet appen tijdens de voorstelling, hè? Appen voordat wij er zijn. Appen voordat wij er zijn. Oh, hij staat nog open. We zijn er. Leuk, ja. Ja. Foto erbij. Foto erbij. Oh, leuk. Gaan we een foto van ons maken. Sint. Leuk. Naar wie zet je hem? De hele familie. Hele familie. Oh, de hele familie. Oh, leuk. Oh, leuk. Nou, groeten goed. Van Ernst en Bobby. Doe maar zo. De groeten van Ernst en Bobby. Wat oh, is doet dat? U het? Oh ja, maakt niet uit. Maar, nee, okay. Maar wacht even, zij heeft niet het nummer van Bakkerij de Lange, hè? Weten we niet. Heb je het nummer van Bakkerij de Lange? Nee, ik heb het nummer ook niet. Nee, neem mijn telefoon dan. Wat dan? Daar staat hij in. Oké. Okay. Onoverzichtelijk stukje. Dat knippen we er allemaal uit in de televisieuitzending, hoor. En op nummertje 6. Favorietje nummer 6. 6? Ja, bel maar. Oké. Okay. Ja, hallo, met Bakkerij de Lange, zegt u het maar. Hallo, u spreekt met Ernst. Kan u wat duidelijker praten? Ik versta er niks van. U spreekt met Ernst. Oh, wacht even, ik heb de hoorn verkeerd om. Hallo, met Bakkerij de Lange, zegt u het maar. U spreekt met Ernst, ik bel voor de verjaardagstaart. Wat is daarmee? Die is niet bezorgd. Echt wel. Nou, hij is niet bezorgd. Echt wel. Want, hoe heet het? Die gele met dat petje, Bobby. Die heb hem vorige week besteld. Ja, dat heeft hij hartstikke goed gedaan. Is hier in de winkel geweest. Ik heb nog een leuke aanbieding voor u trouwens. Dat is zuurpruimentaart met eikeltjesbrood. Dat lijkt me nou echt wat voor u. Ja, maar Bobby heeft alles goed gedaan. Ogenblikje, met een ander lijkt. Daar! Hallo? Verkeerd verbonden, ik weet niet wie het is. Bobby. Wat is er gebeurd? Nou, Ernst, ik ben geloof ik een heel klein beetje vergeten de verjaardagstaart te bestellen. Dat meen je niet. Maar zo'n klein beetje maar. We zitten hier verjaardag te vieren met hoeveel mensen? 20.000. 20.000, dat lijkt me een beetje veel, maar dat maakt niet uit. En dan hebben we geen verjaardagstaart. Nee. En nou, wat moeten we doen? We moeten toch iets lekkers eten? Wacht even, jongens, ik heb een heel goed idee. Dit is ook rond, maar heel plat. Je kunt het ook versieren en het smaakt heel lekker. Falafel! Nee. Oh. Pannenkoeken. Zullen we pannenkoeken maken? Zullen we pannenkoeken maken? Oké. Okay. Yes, okay. Ja, maar wacht even. Maar Bobby, hebben we pannen? Tuurlijk hebben we pannen. En hebben we koeken? Zeker, ook koeken. En doe even dat deurtje van die kast dicht. Hoezo? Tocht. Oh, een tocht. We maken pannenkoek. Yeah, yeah, yeah. Met appel of met stroop. Die is hier allemaal te koop. We maken pannenkoek. Het is pannenkoekenfeest en ik het er het meest. De mix die staat te wachten, klontje boter in de pan. Stook het vuurtje maar eens op en wacht dan niet te lang. Schenk dan in de rondte, hou de pan een beetje schuin. Gooi hem 3 keer door de lucht en je pannenkoek is klaar. Oh, je moet hem wel even blazen, 10 seconden. 3 seconden regel. 3 seconden. Maak niet uit. We maken pannenkoek, yeah. Met appel of met stroop, het is hier allemaal te koop. We maken pannenkoek. Het is pannenkoekenfeest en ik het er het meest. Strooi met moedersuiker, schenk maar met de stroop. Niet zo'n heel klein beetje, maar een hele hoop. Je moet er nog van groeien, stek een ananas erbij. Een appeltje erop, suiker of een ei. Een pannenkoekje mag elke dag lekker. We maken pannenkoek, ja! Met appel of met stroop, het is hier allemaal te koop. We maken pannenkoek. Bobby, let op! Het is pannenkoekenfeest, wow. Wow. En ik het er het meest. Het is een pan, pan, Ernst, pan. Ja, wat ga je doen, Bobby? Hey, oh, we zijn er. Sorry, het is een pan, sorry. Pan, gooi pan, maar, frisbier. En de wow, ja! Hey. Ja, eentje, een nieuwe! Yeah. Bobby, hou mee! We zijn een liedje aan het zingen. Gooi maar. Het is ja. Een... Oh. Nou jullie. Je moet zingen. Ja. Oké, jij Ernst. Jij weer. Ja. Hey. Oh. Leuk. Jij frisbier. Maken... Ja. Pannen. Ga nou zingen, Ernst, man. Jij. Met appel of met stroop. Het is hier allemaal te koop. We maken wat een pannenkoek. Pannenkoekenfeest. Ja. En ik het er het meest. Kom maar. Heel goed. Oh, leuk pannenkoekenfeest. Ding dong. Dat is helemaal vies. Pannenkoekenfeest, ding dong. Ja, we hebben dit liedje al een tijdje niet meer gezongen, dus we wisten niet dat er nog een ding dong aan het einde zat. Pannenkoekenfeest, ding dong. Wat is er? Ik versta het niet. Oh, de bel. Bobby, ja. De voordeur zeggen zij. Doe even open. Nee, want de pannenkoeken zijn vies. Zijn van doe nou even open, er staat iemand voor de deur. Doe even open. Kijk nou. Dan, ze zijn vies. Er staat iemand voor de deur, misschien wel met onze cadeautjes.
Cadeautjes, natuurlijk. Cadeautjes, Ernst. Oh, even kijken. Ernst, het is de postbode. Het is de postbode. Kijk dan. Uw pakketjes. Hiro, kunt u even tekenen? Ernst, pak even mijn kleurpotlood. Ja. Die meneer wil een tekening. Wilt u van een vliegtuigje of een huisje of een cavia? Nee, een handtekening. Oh, een tekening van mijn hand. Oh, hartstikke leuk. Zeg, ik heb een rechterhand. Nee, het is de rechterhand. Links, rechts. Zo, alsjeblieft. Ja, tot ziens. Tot ziens. Bobby, moet je kijken. Wow. Hier, maak even ruimte, man. Twee cadeautjes. Eens even kijken. Een hele grote. Oh, van Tante Marie. Van Tante Marie voor Ernst en Bobby. Wat een schat. En deze wat kleiner. Ook van Tante Marie. Ook voor Ernst en Bobby. Wow, wat lief. Nou, deze is natuurlijk voor mij en die is voor jou. Jongens, kijk eens wat een mooi cadeau voor mij. Een heel groot cadeau. Lekker. Ja, sorry, maar waarom neem je nou meteen het grootste cadeau? Omdat mijn naam erop staat. Hier staat Bobby. Ja, dat staat voor Bobby, hè? Ja. Ja, maar dat staat ook voor Ernst. Er staat namelijk voor Ernst en Bobby. Ja, maar er zit in ons allebei een beetje Ernst en een beetje Bobby. En deze past heel mooi bij mijn broek. Toch, jongens? Nee. Bobby, en het is ook helemaal niet netjes wat je doet. Het is helemaal niet netjes om meteen een groot cadeau te pakken. Kom eens hier, geef dat cadeau eens aan mij. Bobby, het is niet netjes. Weet je wat netjes is? Als je een cadeautje aan iemand aanbiedt, ja, dan hou je altijd zelf het kleinste cadeau en dan geef je het grootste cadeautje weg. Dat bied je aan. Dat is netjes. Oké, bied maar aan. Ja, is deze voor mij? Ja! Nee. Wacht even. Bobby, we doen het anders. Zet hem eens neer. We gaan Inimini-mutten doen. Jongens en meisjes, kennen jullie Inimini-mutten? Ja! Bobby, ken je ook Inimini-mutten? Nou, niet persoonlijk, maar wel veel van gehoord. Oké, Bobby, we doen Inimini-mutten en dan is de baas... Ja. En dan waar die dan opkomt, de baas, dat is jouw cadeau. Is de baas. Ja. Oké, doe dan deze. Is de baas. Deze. Is deze voor mij. Nou, laat zitten. Doe je mee, jongens en meisjes? Doe maar mee. Oké, komt-ie. Inimini-mutten. 10 Postkaas. Inimini-mutten is de baas. Oh, wacht even. Nee, dan staat hij verkeerd. Dan staan ze verkeerd. Nee, ze moeten wel zo staan. Hoezo? Dat wilde die postbode. Dat hij hier stond. Dat zag ik in zijn ogen. Wat moet ik doen? Nog één keer. Doe maar mee. Inimini-mutten. 10 Hé, je moeder. Daar zit je moeder, joh. Hallo, mama! U bent mijn moeder niet. U lijkt wel op mijn moeder, trouwens. Ja, van lang geleden. Ik heb een leuke moeder, hoor. Oké. Bobby. Wat doe je nou met mijn cadeau? Nee, jij deed baas, deze kant. Daar sta ik toevallig. Nee. Jongens en meisjes, is dat grote cadeau voor Bobby? Ja! Ook niet te vertrouwen, al die kinderen, hè? Dat is toch verschrikkelijk? Nee. Bobby, nee, hou op! Bobby, hou op. We hebben het nu twee keer gedaan. Dit grote cadeau is van mij. Dit kleinere cadeau is voor jou. En wat maakt het eigenlijk uit? Je weet nog ineens wat erin zit. Nee, maar ik wil zo graag het grote cadeau. Gewoon omdat het lekker groot is. Nee. Oké, ik heb een deal. Ik heb een dealtje. Wat is een dealtje? Een dealtje is dat jij het kleine cadeau neemt en dan krijg je er van mij iets extra's bij. Wat krijg ik er dan bij? Nou, bijvoorbeeld dat ik 2 keer je auto was. Oké. Dus ik krijg het kleinste cadeau, maar dan krijg ik er wel bij 2 keer mijn auto wassen. Ja. Dat klinkt heel mooi, er is alleen één klein detail. Mm-hmm. Ik heb geen auto. Oh, dan doe ik het wel 4 keer. 4 keer je auto wassen. Nee? Oké, dan doe jij het kleine cadeautje. Dan krijg je van mij erbij mijn tandenborstel. Die heb ik maar een paar keer gebruikt. Dat is toch vies, jongens en meisjes? Ja, vinden wij vies. Vies. Oké, dan krijg je mijn koortsthermometer. Nou, die vond ik al helemaal vies smaken. Smaken? Ja. Doe jij hem in je mond? Ja. Ik doe hem altijd in mijn... Vies mannetje ben jij, zeg. Jakkie, bakkie. Wordt dat zo'n voorstelling? Oh, wacht even. Ik heb een hele leuk. Jongens, ik heb nou eentje. Ernst, jij neemt het kleine cadeautje en je krijgt van mij erbij... dat ik je elke morgen als je wakker wordt een nieuwe mop vertel. Elke dag een nieuwe mop? Ja. Echt waar? Ja. Maar wacht even. Hoe lang? Is een Chinees. Nee. Dat is de eerste. Nee, soepkip. Hoe lang is een Chinees? Nee, je snapt het niet. Hoe lang ga je dat doen? Oh, een jaar lang, Ernst. 365 nieuwe mopjes. Elke morgen lachen.
Maar dat is wel een goede deal toch, jongens? Iedere ochtend lachend wakker worden. Dat is goed, toch? Deal? Deal. Oké, jongens, ik heb het grote cadeau en Ernst het kleine cadeau. Oh, ik vind het spannend. Oké, daar gaat hij. Wat is er? Er zit een kleine cadeau in. Oké. Maar wacht even, Bobby. Hij is nog wel steeds groter, hoger dan mijn cadeau. Oké. Nog een kleine cadeau. Wacht even, Bobby. Ik ga even ruimte voor je maken. Niet dat je heel veel ruimte nodig hebt, maar dat we het allemaal goed kunnen zien. Wacht even, nog niet openmaken. Het is wel zwaar, jongens. Oké, Bobby. We willen allemaal weten, ook achterin, wat jij ziet. Dus als je hem zo doet, vertel precies wat je ziet. Oké, ik zie een rood doosje met een dekseltje. Als je hem openmaakt. Oh, als ik hem openmaak. Oké, wat zie je? Ik zie geen zak. Dat ben je niet. Nee, wacht even, ik zie wel een zak. Oh, het is een zakje. Oh, een zakje met een visje. Kijk dan, jongens, een zakje met een klein visje erin. Hier, kijk aan de binnenkant. Zie je? Hij is dood. Hij is niet dood. Het is een kindervoorstelling. Maar geen zakje met dode. Hij slaapt. Ja. Dat is het. Al leuk, man. Zien jullie hem goed? Zie je? Leuk, hè? Klein visje. Het is een goudvis, denk ik. Van echt goud. Nee. Goudvissen zijn helemaal niet van echt goud. En daarbij, dit is ook helemaal geen goudvis. Laat mij eens kijken wat dat voor vis is. Dit is ineens geen goudvis. Dit is een, ik weet het niet, dit is een baars, denk ik. Maar ik weet niet helemaal zeker. Ik vraag het hem wel even. En wie is hier de baars? Of inimine is de baars. Ja. Ben je er blij mee? Nou ja. Ik hou wel van vis. Nou, dat is mooi. Van gebakken vis. Doe nou even normaal, joh. Kan je bakken deze? Dat is toch geen goed voorbeeld voor die kinderen? Oh. Ik vraag het nog een keer. Ben je blij met je cadeau? Ik vind hem stom. Dat meen je niet. Hoe moet je nou met een vis? Dat is toch leuk? Je hebt kunnen er batterijtjes in? Nee, er kunnen geen batterijtjes in. Zullen we ruilen? Doe jij deze? Hou op. Daarbij hebben we net geruild. Nee, maar dan neem jij deze. Neem die. En het is ook heel stom wat je doet, Bobby. Want je weet helemaal niet wat er in dat cadeautje zit. En nog iets. Nog iets. Denk even na, Bobby. Allebei de cadeautjes komen van Tante Marie. Ja. Jouw cadeau begon al groter. Ja. Begon het... Hou nou even op. Hou op nou. Jouw cadeau begon groter en er zaten allerlei kleinere cadeautjes in. Ja. Mijn cadeautje begint al kleiner, dus bij mij worden ze ook steeds kleiner. En ik eindig dan met zo'n heel klein pakketje. En er zit dan een heel klein zakje in met water, met daarin een... Mossel. Een mossel? Ik weet het echt niet. Zullen we hem gaan openmaken, jongens en meisjes? Ik maak eerst het eerste pakketje open en dan ga ik zo langzaam door naar de volgende pakketjes. Daar gaat, jongens, het eerste pakketje. En het is een drone. Ik heb een... Wauw! Ik heb een echte drone gekregen! Wauw! Te gek, man. Die wilde ik altijd al hebben. Een drone! Die kunnen alleen maar vliegen, die drones. Met een 4K-camera eronder. Wacht even, Ernst. De mijne heeft een fisheye lens. Een dubbele fisheye lens. Ruilen. Nee, man. Moet je kijken. Och, jongens. Moet je kijken. Er zitten ook allerlei knopjes op. Let op. Ik ga er eens even eentje indrukken. Moeten jullie opletten wat er gebeurt. Komt-ie. Nee, gebeurt niks. Jongens, ik doe hem uit. Wat is er, jongens? Was Bobby op tv? Doet die camera het echt? Gaaf, man. Ik ga vliegen met mijn nieuwe drone. Oh, man, dit had ik altijd al willen hebben. Dat vind ik gaaf, man. Oké, let op. Eens even kijken. Zo. Ernst, wacht even. Wat is er? Nee, joh, het gaat mis hier. Het gaat helemaal niet mis. Nee, joh, moet je kijken. We missen wat. Wat missen we? Moet je kijken, we hebben bordjes, we hebben mesjes, vorkjes, we hebben geen bekertjes. Maakt niet uit. Nee, joh, we moeten toch drinken? Hè? We moeten natuurlijk ook wat drinken. Als jij nou even de bekertjes gaat halen. De bekertjes? In het schuurtje, hou ik deze even vast. Wat moet ik doen? In het schuurtje, in de tuin, op dat riggeltje, daar staan van die leuke rode bekertjes. En daar moet ik... Even 6 halen, 6. Maar ik wil eigenlijk... Ik pas op! Oké. Even kijken of hij doet. Wow, hij doet het! Kikken ding, man. Oké. Bobby? Ja? Wacht even, jongens. Wacht. Bobby? Ja? We hebben helemaal geen tuinhuisje. We hebben helemaal geen schuurtje. Nee, bij de buurvrouw. Hè? Bij de buurvrouw. Wat met de buurvrouw? Bij Ans.
Wat moet ik doen? Die heeft het schuurtje. Daar staan, sorry, bij Ans, op het richeltje van het schuurtje, staan 6 leuke bekertjes. Maar ik... En doe de groet aan Ans, hè? Dag Ernst, tot straks. Oké, okay. nog een keer. Ietsje hoger. Wow! Kikken, man. Echt kikken. Ans is 16 jaar geleden verhuisd. Hans, zei ik. Hè? Hans, met een stomme H. Hans. Wie is Hans? Die man met dat sikje, met dat rode sikje aan het eind van de straat. Die bedoel ik. Dus dat mannetje aan het eind van de straat. En die drinkt graag koffie. Dus neem een lekker bakje bij hem. Dag, Ernst. Oké, jongens. Jullie mogen zeggen of die hoger moet. Komt-ie. Hoger. Nog hoger. Nog hoger. Ernst, dat ding ging vanzelf. Wat ben jij nou weer aan het doen? Dat is mijn droom. Bobby, hoe gaat dat ding landen? Dan moet je op een knopje drukken. Knopje drukken? Ja. Dit knopje? Ik weet niet. Nee. Nee, dat is de camera. Oh. Dat is de camera. Je bent op de televisie. Je bent op de televisie. Zwaai is. Leuk. Leuk, man. Kijk dan. Echt. Bobby, wat? Bobby. Ernst, Bobby. Waar gaat het toe? Bobby, hij gaat. Ernst, waar gaat het? Nee, Ernst. Ernst! Ja, weg. Hebben jullie gezien waar hij naartoe gevlogen is? Ja! Waar dan? Hè? Huh? Naar de Noordpool? Naar een ijsbeer. De Noordpool, maar wat? Ernst, hij is naar de Noordpool, naar een ijsbeer. Maar hoe krijg je dan mijn droom terug? Oh, hier op het knopje home, huisje. Home? Ja, oh, ik hoor hem al. Bzzzt. Water damage, say goodbye to your drone. Bobby, hij is kapot! Huh? Zoekkind dat je er bent. Wat? Ik heb 1 minuut een droom. Jij speelt ermee, hij is op de Noordpool. Wat heb je nou gedaan? Jij bent gedaan. Jongens, we zingen met z'n allen naar Bobby. Je bent een zoekkip. Allemaal! Je bent een zoekkip met z'n allen. En ook bovenin. En wijs er maar bij. Mijn droom. Ja, maar die komt vanzelf terug. Ik heb op het knopje gedrukt. Soms vergeet ik te denken, noem een appel een banaan. Zit ik net op de wc, heb ik mijn lange broek nog aan. Oh. Hij zou ook kunnen fietsen, en met zijn jas verkeer op aan. Ja, zo. Hij kan 's morgens vroeg in zijn pyjama buiten staan. Allemaal! Met z'n allen! Ook alle papa's en mama's. Ik niet, hij. Oh, sorry dat. Bobby, er zijn ook een paar jongens en meisjes die wijzen naar mij. Een paar? Heleboel. Ik val uit alle bomen. Heb een sneetje of een schram. Laat mijn pannenkoeken vallen. Of ga zitten op mijn boterham. Rijdt zijn fiets in alle sloten. Komt-ie, stop. In het verkeerde doel. Oh. Struipend over lege flessen, valt door het wippen van zijn stoel. Allemaal! Je bent zoekje. Ik niet, hij! Je bent zoekje. Het is hier aan de hand. Je bent zoekje. Bobby. Je bent zoekje. Geef ze door. Bobby, de halve zaal wijst naar mij. Halve zaal. Als je dan een zoekkip bent en je raakt daaraan gewend, bedenk dan goed, het is best fijn en iedereen kan wel eens een zoekkip zijn. En een zoekkip maakt het meeste gein. En zing nog een keer mee. Ik ben een zoekkip. Allemaal naar Ernst, doe eens. Ik ben een zoekkip. Allemaal naar je moeder. Ik ben een zoekkip. Of naar je vader. Ik ben een zoekkip. En dan naar Bobby, heel hard. Ik ben een zoekkip. Yay, applaus voor jullie. Stil.
stil, jongens en meisjes, stil even. Wat? Ik hoor wat. Ik hoor niks. Bobby! Horen jullie wat? Bobby! Ja! Wat? Bobby, moet je kijken wat er bij ons in de tuin is geland. Je droogt, ik zei het toch. Maar wacht even, Bobby. Hij ruikt heel raar en heel stom. Hij is nat. Wat zou dat nou zijn? Hè? Plas! Plas! Waarvan? Wat een ijsbeer. Wie verzint dit soort dingen? Oh ja, wij. Dat is helemaal nat. Dat is wel grappig. Dat is een natte droom. Nee, meteen weer vergeten deze grap. Knippen we uit de montage. Goed. Nee, maar dit meen je echt niet. Hij was slecht, hè? Ja, sorry. Oké, luister. Dit verzin je echt niet. Nou is mijn cadeautje nat, maar is Bobby's cadeautje ook nat? Wat is er aan de hand? Ik heb helemaal geen idee, Ernst. Dat ding is... Oh, ik snap het. Mijn vis is aan het plassen. Moet je kijken. Mijn vis is aan... Moet je kijken. Bobby, hij is niet aan het plassen. Hij is aan het plassen. Laat even goed kijk zien dan, aan hier. De mensen hoe die... Hij is aan het plassen. Kijk dan. Bobby, hij is niet aan het plassen. Ja, maar kijk dan. Wat is dit dan? Hou op. Hij is niet aan het plassen. Dat zakje is lek. En is Bobby, plassen, je moet Ernst? Er wat... Bobby, ja. Niet erin knijpen. Lange plas, korte plas. Bobby, je moet ermee ophouden. Bobby, je moet ermee ophouden, want zonder water kan die vis niet leven. Ik ben serieus. En zoveel drinkt zo'n vis niet, joh. Er zit genoeg in voor die vis. Je snapt het niet. Zonder die vis... Ja, knijp er nog even lekker in. Okay. Nee. Oh. Bobby, zonder water gaat die vis dood. Ik ben hartstikke serieus. Ik was laatst bij de dokter, hè, Ernst. Oh ja? Had ik die vis zo onder mijn arm en toen zei die dokter... Oh, ik zie het al. Uit de kom. Bobby is super grappig allemaal. Maar Bobby, hou ermee op. Het water is bijna op. Je moet wat doen, dat water. Doe er wat aan. Wacht even, ik spuug er wel in. Ik heb heel veel spuug. Bobby, je hebt nooit genoeg spuug om in zo'n zakje echt wel. Te doen. Echt, hou ermee op. Smeer. Dan plas ik erin. Nee, ga erin stop, plassen. Stop. Je gaat er niet zeggen voor een volle zaal mensen. En kinderen staan plassen. En nog iets. Nog even één ding. Bobby, vissen, dus echt waar. Vissen kunnen absoluut niet tegen urine. Absoluut niet. Ik ken een dier dat wel tegen urine kan. Maar ja, welk dier? Een urinemonster. Bobby, het water is op. Ja. Je moet wat doen. Doe wat. Wat? Wat? Waar is die vis? Nee. Zit die in je mond? Nee, je bent gek. Ja. Nee, maar even, laat je handen zien. Zit die echt in je mond? Nee. Ah, nee. Dit meen je niet. Wat moet ik doen? Wat? Drukken op die vis. Zal ik het doen, jongens en meisjes? Ik durf niet. Ah! Nee, maar even zonder gekheid. Bobby, even zonder gekheid. Wij willen denk ik allemaal weten, zit die vis in je mond? Nee, maar geef gewoon even antwoord. Ja of nee? Zit die in je mond? Ja of nee? Ja, dat beest zit in... Oh! Bobby! Oh! Visje, kom! Bobby, hein! 1, 2, 3! Oké, wacht even, Bobby. Ik heb het. Ik heb een reservezakje water. Ik ga nooit ergens naartoe zonder een reservezakje water mee te nemen. Dat heb ik voor mijn moeder. Hier, Bobby, alles is gelukt. Alles komt goed. Wat is er? Jij bent goed. Je bent niet goed. Bobby, je kan toch niet... Wat wil je? Je vindt dit goed? Je kan toch niet een hele verjaardag vieren met een vis in je mond? Nee, natuurlijk. Wel lekker rustig trouwens. Dat is misschien wel een idee. Nee, Bobby, kom hier. Bobby, doe die vis hierin. Ah, jongens, hij zat zo bij mijn wang en dan kietelde hij zo. Hij smaakt een beetje zout. Lekker wel. Jongens en meisjes, moeten jullie even bedenken wat deze vis de afgelopen minuten heeft meegemaakt? Ja. Hier. Is getraumatiseerd voor het leven. Moeten we Stichting Correlatie bellen voor een vis? Hij kent me wel van binnen en van buiten, die vis. Dat is wel knap. Ja, dat wel, ja. Wil jij hem misschien ruilen tegen jouw droontje? Ja. Nee, ik ga een getraumatiseerde vis ruilen tegen een of andere supergave droon. Ja? Nee, natuurlijk niet, pap. Oh. Hier, hartstikke goed. Knippertje erop. Alsjeblieft, jouw vis. Veel plezier ermee. En jongens en meisjes, vaders en moeders... Opa's en oma's, we gaan nu eindelijk door met de verjaardag. Oh ja, we gingen een spannend spel doen. Nee. En een verkleedfeest. Nee. Goed. Jongens, meisjes, vaders en moeders, opa's en oma's. We gaan door met de verjaardag. Bobby, doe even open. Waar is die? Ja, goedemiddag. Hier is de postbode.
Er is wat verkeerd gegaan met de aflevering van dat pakketje van die drone. Oh ja, wat dan? Dat is aan iemand afgeleverd, maar het was niet voor hem. Voor wie was dat dan? Dat was namelijk voor mij. Voor mij? Voor hem. Hoe heet die? Bobby, die knappert. Oh ja. Bobby van de rest. Wie is dit, jongens en meisjes? Echt super stom, weet je dat? En ook nog kinderachtig. Zo kinderachtig. Wees gewoon blij. Wees gewoon blij met je cadeautje, want je hebt een vis. Ja, loop maar weg. Goed, jongens, sorry hiervoor. We gaan nu eindelijk door met de verjaardag. Hallo, oh, hallo. Ik ben de collega van die andere man. Er is iets verkeerd gegaan met de aflevering van de vis. Wat zit er op je hoofd? Een cavia. Beetje asymmetrisch, hè? Is dat zo? Hij moet een beetje zo, moet hij. Nou, laat zitten. Jongens en meisjes, wie is dit? Je moet echt... nee! Zagen jullie het? Ja, dat is heel moeilijk om te zien, ja. Bobby, het is het is misschien een kindervoorstelling, maar dat wil niet zeggen dat het kinderachtig is. Hallo, hallo, Bobby. Het enige pakketje dat jij nog kan meenemen is dit pakketje met die vis erin. Goed. Jongens en meisjes, vaders, moeders, opa's en oma's. We gaan nu eindelijk weer door met de verjaardag. Oké, Bobby, ja, het is helemaal mooi geweest. Bobby, ja, kom maar. Ik heb een prachtig cadeau voor je. Ja, hallo meneer Ernst. Er is wat misgegaan met de bestelling. Ja, hartstikke goed. Bobby, hier heb jij het pakketje met die vis, Bobby. En nou, wegwezen, ophoepelen. En ik hoef je ook voorlopig even niet meer te zien. Zo. Ernst, ik zit te denken. Ik vind het misschien toch wel leuk, zo'n visje. Weet je wat ik zo leuk vind? Als hij dan in zo'n kommetje zit en dan zwemt hij zo en dan roept hij je naam. Roept hij je naam? Bob, Bob, oh, Bob. Dat... Ik vind het toch leuk. Waar is mijn leuke vis? Ernst, oh ja, op de tafel. Visje. Waar is je vis? Waar is mijn vis? Ja, die heb ik net aan jou meegegeven. Nee, je bent net twee keer weggestuurd, Ernst. Jongens en meisjes, ik heb nog die vis aan Bobby meegegeven. Aan wie heb ik dan die vis meegegeven? Is dat echt waar? Ja! Visje. Visje? Bobby? Ja? Zij zeggen dat ik heel misschien jouw visje heb meegegeven aan de postbode. Nee. Ja. Is dat echt waar? Ja! Oh nee, ik hield van hem. Ach, houd toch op. Oh, het was mijn allerbeste vriend geworden. Ach, hou nou toch op. Oh, ik hou van mijn visje. Nou is die weg, Ernst. Oh, nou mis ik hem. Oh, ik had hem net een naam gegeven. Een naam? Ja, Bibi. Bibi de Baars. Dit is wel leuk dat jullie dit een keer in het echt zien. Want dit is ook Bobby en dat zie je nooit op tv. De hele tijd. Ik mot geen vis. Ik hou niet van vis. Ik ruilen, nog een keer ruilen. Ik wil hem bakken en alles. En nou is hij weg en nou is het opeens... Oh, ik hou van hem. Pijn. Ach, hou nou toch op, man. Nou, weet je, jongens, waar zitten we? Spijkenissen, toch? Ik mis mijn vis. Hou op, luister. Jongens, ik heb een idee. Ik maak het goed met je. We zitten in Spijkenissen. Ja. Ja? Hier in Spijkenissen superveel water. Ja. Superveel water. Alleen al in de slootjes van Spijkenissen zwemmen, weet ik veel, 100.000 van die baarsjes. Wat zeg ik? 1 miljoen van die baarsjes. Luister, wij vieren onze verjaardag, ja? Als de verjaardag klaar is en iedereen naar huis, doe ik die gele zwembroek aan die ik heb geleend, weet je nog? Van Dries. Van Dries. Ik spring hier in het water. Nee. En ik haal voor jou met mijn blote handen zo hop in één keer een nieuw baarsje. Niet knijpen, niet knijpen. Nee. Kommetje maken. Ja, kommetje maken. Kommetje zo, kommetje. Oh. En dan krijg jij van mij een nieuw baarsje. Oh, dat vind ik super lief, man. Voor jou. Applaus voor Ernst. Oh, wat lief. Vind ik geweldig. Echt een vriend ben jij. Doe je dat echt? Oh, wacht. Hier volgt een ingelast nieuwsbericht met een lastige kwestie. De laatste weken worden er zeer zeldzame Zuid-Amerikaanse dieren te koop aangeboden en per post opgestuurd. Vandaag is er zelfs een zeer zeldzame vis. Oh, we hebben ook een vis, tenminste, ernstig. Opgestuurd naar een onbekend adres in Nederland. Het gaat hier om de paarsgestreepte Boonga Boonga baars, waar er nog maar 3 van in de hele wereld zijn. Dat is mijn vis. Deze vis hoort in de jungle en moet zo snel mogelijk terug naar zijn eigen leefomgeving, het Gloria Meer. Mocht u deze zeer zeldzame vis hebben gezien, of mocht deze bijzondere vis bij u te koop worden aangeboden,
Bewaak die dan met uw leven en neem direct contact op met de waterpolitie. Tot zover deze mededeling. 100.000, nee, wat zeg ik, 1 miljoen van die baarsjes. Jongens, hoeveel baarsjes zijn er in de hele wereld? 3. Het is een super zeldzame boonga boonga baars. Ernst, wat moeten we nou? De waterpolitie. De waterpolitie bellen, dat zei die man. De waterpolitie bellen. Ik ga meteen bellen, Ernst. Wacht maar. Hallo? Hallo? Oh man, wie zit daar weer? Hou op, want de piano wordt helemaal nat. Het is voor jou. Het is voor jou. Kom hier. Hou op. Je kan ook spelen, dat je me wakker maakt. Nat maakt. Het regent, het regent. De pannetjes worden nat. Haal je de eerste rij of niet? Even kijken. Nee, red daar. Ik het? Ja. Ja, ik snap ook niet waarom dat dit... Hou op nou. Jee. 1-0. 2-0. Ik snap ook niet waarom dit de duurdere plaatsen zijn. Je bent de hele voorstelling de shores. Na de pauze gaan we iets leuks met heet frituurvet doen. Lachen wordt dat. Nou. Bobby. Ja? Wat zeiden ze bij de waterpolitie? Geen idee, hè. Dus mijn helemaal oor zit vol met water. Oké, nou. Wacht even, Bobby. Ik weet wat. Beetje nat. Track and Trace. Ik zag op een van die blauwe, die lichtblauwe, zag ik een track and trace code staan. Jongens en meisjes, weten jullie wat een track and trace code is? Nee? Hebben ze dat nog niet in Spijkenissen? Nou, dat zal ik even uitleggen. Krijgen jullie over een paar jaar, komt dat ook jullie kant op? Ik zal het even uitleggen. Track and Trace code staat op een pakketje. En als je dat nummer dat invoert op internet, internet komt ook over een paar jaar, dan weet je precies waar je pakketje is. Wat is er? Wat doe je nou? Volgens mij zijn de batterijen op, Ernst. Ik zie helemaal geen code staan. Nee, het heeft niks met batterijen te maken. Hier, deze code. Bobby, deze code moeten we invoeren. En dan weten we waar ons pakketje is. Ah, leuk. Hier, op internet. Geef je even je telefoon. Geef je telefoon. Telefoon. Nee, jij hebt mijn telefoon, man. Oh, nee, schiet nou even op. Zeg jij dat nummer. Het nummer. En dan voer ik het in. En dan komt hij. Kom, schiet 1, op. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. K. Kleine K, grote K. Kleine K. Kleine K. Z. Kleine Z, grote Z. Grote Z. Lachen, man. Grote Z. En dan een hoofdletter 7. Hoofdletter 7. Dat was hem? Ja. Oké, jongens, dit is Track and Trace. Dit is het nieuwste van het nieuwste. Dit is high tech. Dit is... Waarom doet dat stomme ding het niet? Je moet op enter drukken. Enter. Op enter? Enter. Hallo, dit zijn Track and Trace. Trace, wakker worden bij mijn klanten. Hallo, hier zijn Track en Trace. Kan u weer helpen? Ja, dat heb ik net gezegd. We zijn ons pakketje kwijt. Ja. Ben je een raketje kwijt? Nou, dat moet je niet bij ons weten, maar bij de NASA. Ja, of als het zo'n raketje is, zo'n ijsje, moet je niet bij ons zijn en niet bij de NASA. Maar dan moet je bij de supermarkt zijn. Ja, bij de balie. We zijn ons pakketje kwijt. Oh, een pakketje kwijt. Nee, dan zit je helemaal goed bij Track and Trace. Eens even kijken hoor, mijn man. Weilen jouw man. Weilen mijn man, die was ook altijd van alles kwijt. Ja, die was zijn geheugen kwijt. Wel een hele knappe man hoor, die was helemaal leeg van boven. Hè? Ja, was een leeggeschipte kathedraal. Echo, echo. We zijn ons pakketje kwijt. Ja, we gaan wel even kijken. We zijn eens even kijken. Oh, ik zie hem hier staan. Wat staat er? Geweigerd aan de deur. Oh ja, en geweigerd betekent terugsturen naar het postsorteercentrum. Maar daar komt hij dan over een paar minuutjes wel aan, hoor. Ja, maar als hij niet wordt opgehaald, dan wordt hij vernietigd. Vernietigd, Ernst Babunga Boonga Baas, je wordt vernietigd. Dames, waar is dat postsorteercentrum? Oké, succes, mannen. Ze horen het niet harder. Waar is het postsorteercentrum? Oh, mannen, de techniek staat voor niks, hoor. We zetten jullie wel even door. Doe jij F7, doe ik shift. Shift, F7. Hop! Doeg! Maar Bobby, zo'n postsorteercentrum, daar zijn 10 miljoen pakketjes. Hoe kunnen we nou ooit precies ons pakketje terugvinden? Ze gaan hem anders vernietigen. Ernst, dat is heel makkelijk. De jongens en meisjes gaan ons helpen. Jongens en meisjes, wat voor kleur was het pakketje ook alweer? Rood. En was het een groot pakketje of een klein pakketje? Klein rood pakketje. Ja, hartstikke leuk, maar Bobby, waar is dat postsorteercentrum? Nou ja, ze zeiden, we zetten jullie wel even door. Dus als we even doorzetten, dan zijn we er. Bobby, ik weet het wel. Bobby? Wat is er?
Bobby, we zijn er al, maar inderdaad, precies zoals ik zei, hier zijn 10 miljoen pakketjes. Wij gaan nooit meer ons pakketje met iets niet bij de pakken neerzitten. Het komt allemaal goed. Oké, maar Bobby, je bent toch met me eens? We bevinden ons in een lastig pakket. Ja, dat kan ik wel zeggen, Ernst. Hé, maar hoe werkt dit? Lopen al die pakketjes zo dwars door elkaar heen, Ernst? Kan ik deze ook zo hier zetten? Nee, ze komen eerst door die bovenste buis. Ja. Dan zien ze na een tijdje door dan die buis. Ze zo. En dan komen ze hier op deze band. Oké, nou hoeven we alleen maar even te wachten totdat we ons rode pakketje zien. Kijk, dit is verkeerde kleur. Nee, vertel mij wat. Bobby, waar is die? Ja, hij is al. Ja, jongens! Ja, ik heb hem. Dit is hem. Huh? Wat nee? Is toch rood? Hij is klein, is veel te klein, man. Dit is... Oh. Zit een horloge in. Kikken, ja. Nee, dit is niet van ons. Bobby, wacht op ons pakketje. Oké, jongens, een rood pakketje. Iets groter dan deze. Is verkeerde kleur. Is blauw. Oké. Ah, nee. Wat nou weer? Oh, we zijn te laat. Ze hebben er vissticks van gemaakt. Kijk toch. Bobby, je kan niet van... Je kan toch nooit van één baars een kilo vissticks maken? En daarbij... Bobby, dit is heel zielig. Dit is vissticks van goudvissen. Oh, het is hele dure vissticks. Oh ja, dat zal het zijn. Oké, dus dit is hem niet. Oké, rood pakketje, jongens. Rood pakketje. Dit is groen. Verkeerde kleur. Ja. Hebbes. Is toch rood? Wie, dat is toch rood? Bobby, wat moeten we doen? We moeten dat pakketje vinden. Dadelijk gaan ze hem vernietigen. Er zijn maar 3 van die vis op de hele wereld. Het komt allemaal wel goed. Maar het begint wel een beetje een saaie voorstelling te worden zo met al die pakketjes. Het is ook een saaie voorstelling aan het worden. Maar ja, met deze saaie voorstelling, Bobby, redden we wel een bedreigde diersoort. Maar kunnen we die even gezelliger maken voor de jongens en meisjes? Hoe dan? Kunnen we een liedje zingen? Waarover? Over de post. Oké, maar let jij dan op? Ja. Als je jarig bent, krijg je post. En als je je diploma hebt, en met een mooi rapport, dan krijg je post. En als je ziek bent, krijg je post. Hoe bedoel je eigenlijk als je ziek bent? Oh, dan krijg je een kaartje met beterschap. Oh ja, dat is zo leuk. Lig je met 40 graden, ben je ziek? Heb je steeds een loopneus of een hele grote griep? Of ben je hard gevallen en heb je bulten op je lijf? Of heb je pijn in je keel of zijn al je spieren stijf? Denk dan eens, het is nog niet zo erg. Wel nee, want dadelijk komt de postbode, die brengt een hele berg. Als je jarig bent, krijg je post. En als je je diploma hebt, krijg je post. En met een mooi rapport, dan krijg je post. En als je ziek bent, krijg je post. Maar wacht eens jongens, je kan ook net doen alsof je iets mankeert. Of dat je iets heel bijzonders hebt geleerd. Je zegt gewoon... De poppiepers zitten nou wel leuk een liedje te zingen. Maar we moeten dat pakketje hebben. Dadelijk gaan ze onze vis vernietigen. Ja, maar ik zit op te letten, maar hij is nog niet gekomen. Wat moeten we doen? Even wachten nog. Het komt vast goed. Zing maar door. Zing maar nog één keertje door. Als je jarig bent, krijg je post. En als je je diploma hebt, krijg je post. En met een mooi rapport, dan... Jongens, nou met je handen. Doe eens mee. Post, post. We gaan bergen maken. Bergen vol met post. Nog een berg. Post, post. Bergen vol met nog post. Een berg. Post, post. Bergen vol met heel post. Veel. Post, post. Bergen vol met. En als je jarig bent, krijg je post. En als je je diploma hebt, krijg je post. En met een mooi rapport, dan krijg je post. En als je ziek bent, we krijgen post! Ja, maar Bobby, we krijgen post. Hebben wij al post gekregen voor ons pakketje? We nee, moeten ik heb hem hebben. Gezien, maar het is leuk, jongen. Hier. Echt Bobby, leuk. Waar blijft dat pakketje nou? Ik weet niet, maar je kan hem daar... Ja, ik zie wat roods. Dat meen je niet. Ik zie wat roods komen. Oké, Bobby, luister. Ik heb net op een hardloopwedstrijd gezegd. Ik loop hem tegemoet. Hier. Bobby, daar is hij! Nee, Bobby, daar is hij! Ja, handig, ja, denk ik. Ja, ja. Zal ik kijken of ik hem zie? Bobby, daar... Nee, maar Bobby, het pakketje. Oh, Bobby, stop. Wat? Stop die. Bobby, stop die band. Ja. Oké, zo. Bobby, je zet hem harder. Moet hij harder? Oké. Nee, je zet hem harder. Je moet de andere kant op. Je moet die deze band kant. Op. Nee, die band. Je moet stop. Wacht. Doe stop. Top. Ja, dit is top. Top speed. Ja. Harder kan hij niet. Oeh. Oh, uit. Waar is Ernst? Ernst!
Ernst? Hij is weg. Ernst! Ernst, daar ben je! En je hebt het pakketje. Jongens, hij heeft het pakketje. Oh, Bibi. Applaus voor Ernst. Oh, Bibi, we gaan naar huis. Oh. Wacht eens even. Ja, we gaan naar huis. We gaan naar huis? Ja. Dat gaan we doen. We gaan naar huis. Naar zijn huis. Ja, dat is ons huis. Nee, je begrijpt het niet. Zijn huis is niet ons huis. Bobby, zijn huis is in de jungle. Deze vis die komt uit de jungle. Er zijn er maar 3 van in de hele wereld. Wij gaan toch niet zo'n zeldzame vis bij ons in een aquarium stoppen? Ja. Wij gaan deze vis terugbrengen naar de jungle. Het Boonga Boonga meer. Nee, ja, het Gloria meer. Maar Ernst, we gingen toch onze verjaardag vieren? Ja, ja, dat is waar. Maar ja, Bobby, soms komt er iets tussen en dat is gewoon belangrijker. Dus ja, misschien ook wel leuk. Dan gaan we naar de jungle, naar zijn huis, Ernst. Maar wacht eens even. Hoe komen we nou in de jungle? Ja, ja dat weet ik. Nou, wacht even, Bobby. Ik was net op die band, hè. Ja. En toen drukte jij op topspeed. Toen was ik in 12 seconden, stond ik in het centrum van Rotterdam. Was ik in de Koopgroot. Ik denk dat als we op die band gaan staan en iemand drukt op topspeed, dat wij in 20 minuten in de jungle zijn. Oké. Maar wat doen we dan met hun? Oh ja, jullie zijn er ook nog. Ja, ik weet het niet. Willen jullie mee anders naar de jungle? Ja? Ja, zullen we doen? Nou, doen we het zo. Hebben jullie gewoon even 20 minuten pauze? Gaan wij naar de jungle en dan zien we elkaar na de pauze terug. En dan gaan we met z'n allen de jungle in. Zullen we dat doen? Zeker weten! Dan gaan we doen. Oké, Bobby, voorzichtig. Ik ga van de band. Oh. Bobby, rustig. Bobby. Ernst, Bobby en de rest. 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 Ja, zo. Ja. Veel plezier, hè, jongens? Ja, dank u wel, mevrouw. Aardige mevrouw, hè, die mevrouw van de botenverhuur. Ja, maar wat zei... Hier, remmen, zo. Wat zei ze nou precies? Ze zei eerst naar open water peddelen. Check. Dan het instructieboekje lezen. Kom maar hier. Njauw, check. En dan de moerasboot starten. Start de moerasboot maar. Je moet eerst het instructieboekje lezen. Ja, ik heb een cursus snel lezen gevolgd, Ernst. Klaar. Maar Bobby, heb jij ooit in zo'n moerasboot gevaren? Nee. Dan moet je toch het boekje eerst lezen? Weet je wat, lees jij maar. Je hebt een hele mooie stem. Oké, nou, eens even kijken. Komt goed, jongens. Dit kikken hier, hè? Bobby. Ja? Bobby. Ja? Dit boekje is helemaal geschreven in het Boonga Boongas. Vaders of moeders, is er misschien iemand in de zaal die Boonga Boongas kan lezen? Of Ernst, waarom vraag je het nou aan de vaders en moeders? Wat dan? Je kan toch ook aan mij vragen? He? Ik heb een tante die komt uit Boonga Boonga. Echt waar? Ja, tante Esmeralda. Jongens, en die kwam elk weekend bij ons langs en dan ging ze zitten in een grote stoel. En dan ging ze vertellen en dan zaten we urenlang te luisteren. Zal ik even lezen? Jongens, ik ga lezen in het Boonga Boonga's. Moet je luisteren. Verifique que los indicadores estén funcionando. Luego, pones tu fase tu protectores auditivos. Es muy, 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 muy importante que uses el centurión de seguridad. Jawel. Ja. Dat vind ik grappig. Net zo makkelijk. Nou, dat vind ik wel grappig, want jij wist weer niet dat ik kon piano spelen, maar ik wist dan weer niet dat jij gewoon dit allemaal kon. Wat knap, man. Ja. Geweldig. Oké, wat stond er? Geen idee. Geen idee. Geen idee. Jij sprak Boonga Boongas. Echt niet. Dat zeg je net. Hallo, jij hebt een tante. Tante Marinka. Esmeralda. Maakt niet uit. En die kwam ieder weekend langs en ging je uren luisteren. Ja, ik luisterde wel, maar ik verstond er niks van. Ha, zal ik verder lezen? Nee. Wel leuk. Oh. Kijk of er ook nog andere talen in staan. Andere talen? Ja. Nee, alleen maar zangers. Zangers? Ja, hier. Frans-Duits, Lee Towers. Nee, dat zijn talen. Frans, Duits, Litouwens. Servies. Kunnen we nieuwe kopjes kopen? Servies. Oh, Servies. Even kijken. Nederlands, Engels, Pools. Staat alleen niet bij of het Noordpools of Zuidpools is, Ernst. Zei die nou Nederlands? Is Nederlands. Nederlands. Ja, maar we zitten toch niet in Nederland? Nee, we zitten niet in Nederland, maar we gaan wel Nederlands lezen. Dan zeggen we het wel tegen niemand. Oh ja, dat is een goed idee. Ja, lees jij maar. Oké. Okay. Eens even kijken. Voordat u de boot kan gaan starten, controleert u eerst de verlichting. Oh, de verlichting. Jongens, doet de verlichting uit? Check. Kijk vervolgens of de knipperlichten werken. De knipperlichten.
Ja, nee, ja, nee, ja, nee, ja, nee, ja, nee, ja, nee. Twijfelachtig. Soms wel, soms niet. Zet vervolgens uw gehoorbeschermers op. Oh, lekker rustig. Gehoorbeschermers. Oh, die wacht even. Ik doe die van mij later op. Oh, helemaal goed. Ja. Lekker. Helemaal goed. Doe vervolgens uw veiligheidsriem om. Eens even kijken. Veiligheidsriem, waar zit die? Oh, hier. Huh? Zo, veiligheidsriem. Zo. Wat is er? Hier. Bobby. Veiligheidsriem. Huh? Veiligheidsriem. Welke, Willem? Veiligheidsriem. Nee, die ken ik niet. Oké, okay, jongens, luister. Ik tel tot drie en jullie roepen heel hard veiligheidsriem. Komt-ie. 1, 2, 3. Ik moet naar hun kijken. Ietsje harder. 1, 2, 3. Veiligheidsriem. Hallo, hallo, veiligheidsriem. Oh, gaan we vissen. Oh, we gaan vissen. Ja, leuk. Zo en dan zo. Bobby, hier is een veiligheidsriem. Je moet je veiligheidsriem zo omdoen. Ja, veiligheidsriem. Veiligheidsriem. Ernst, mijn veiligheidsriem. Zal ik even omdoen? Omdoen. Zo. Gebruik de toeter alleen als er gevaar dreigt. Nou, Bobby, huh? Niet op de toeter. Ja. Niet op de... Niet. Hallo? Huh? Niet. Nee, 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 nee. Niet ja. Op de... Wat zeg ik nou? Kijk naar mij. Huh? Nee. Nee, 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 nee. Niet. Ja. Nee, nee. Word er gek van. Hallo? Niet. Niet. Dit. Meneer Ernst, boot 23. Wilt u onmiddellijk van de toeter afblijven? Alleen gebruiken als er gevaar dreigt. Ja, maar... Hij deed het. Wacht heel even. Hoe kan jij dat horen? Ik hoor alles. Het is alleen lekker warm voor mijn oren, maar ik verstond je de hele tijd al. Erg grappig, erg grappig. U kunt nu veilig de motor aanzetten met het groene knopje. We hebben er twee. Ik doe deze. Deze. Ja! De motor loopt, jongens, want dat staat hier. Als het goed is, hoort u de motor al zachtjes in de verte pruttelen. Nee, andere verte. Ik hoor niks pruttelen. Horen jullie wat pruttelen? Jawel, jullie horen toch duidelijk de motor? Nee, ik doe die andere even. Zo! Zo! Oh, wat een herrie, man! Gaat dat ding uit? Waar zit het knopje voor uit? Hier! Oh nee, dat was sorry. Laatste waarschuwing voor boot 23. Nee, alsjeblieft, die toeter af. Wacht even. Ernst, ik doe de gehoorbeschermers op de uitlaat. Wacht maar, wacht maar. Ik heb de gehoorbeschermers op de uitlaat gedaan. Is dat beter? Doe dat ding uit! Ik heb de gehoorbeschermers op de uitlaat gedaan. Oh, handig hè? Veel beter. Oké, okay. Bobby. Nou, als het goed is, moet er ergens een rode hendel zijn. Hier. Oké, en als je die naar voren doet, dan zou er wat moeten gebeuren. Eens even kijken. Nee, er gebeurt helemaal niks, jongens. Wat is... Oh! Oh! Bobby, wat gebeurt er, man? Lachen, man, hij doet het. Bobby! Kikken, man, wat een kikken ding. Bobby, wat een gaaf ding, Bobby. Wij zeggen, Bobby, wat een cool ding. Zit er ook een geluidsinstallatie in? Nee, helemaal niet. Deze. Oh ja, wacht even. Geluid. Oh, Bobby, wacht even. Wauw, wat een cool ding, Bobby. Oh. Wij zijn zo cool. Ik krijg er gewoon koud van. Yeah. Yeah. Super Ernst en Super Bobby. We zijn zo vreselijk cool. Super Ernst en Super Bobby. Cool zijn is ons doel. Super Ernst en Super Bobby. We zijn je redders in de nood. You bet. Super Ernst en Super Bobby. Geen gevaar is ons te groot. Oh no. Steelt ineens een boef een heel duur schilderij? Maakt er iemand ruzie of pikt een koe uit de wei? Zit je tante vast met haar fiets in de sloot? Roep dan onze naam, we zijn de redders in de nood. Super Ernst en Super. Zwaai eens mee met je lampje. Hey, wacht eens even. Doe met je hand. Doe eens even allemaal het lichtje van je telefoon aan. Oh, het lampje van je telefoon, dat mag ook. Oh ja, doe maar aan. En dan heen en weer. Super Ernst en Super Bobby. Super Ernst en ja, Super mooi. Bobby. Super Ernst en Super Bobby. En we komen eraan. Roep die een, Super Ernst. Roep die ander, Super Bobby. Roep ons maar, Ernst en Bobby. En we komen eraan.
een gaaf ding is dit, man. Wow. Kikken, man. Hey Ernst, zijn we er al bijna? Wacht even hoor, Bobby. Oh, Bobby, zo. Ja. Eens even kijken, dan hier de bocht om. Ja. Ja, ik, Bobby. Bobby, rustig, Bobby. Maar ik doe maar wat eigenlijk, want we hebben navigatie. Eens even kijken, Bobby. We zijn nu in het land Lameliplos. Lameliplos. En we zijn bijna bij de grens van Boonga Boonga. Nog een klein stukje. Oké. Klein stukje. Oh, Bobby, daar moet je kijken. Wat? De grenspost. Krijgen we weer post? Nee, we zijn op de grens. De douane, denk ik. Oh ja. Hier, zo, hartstikke goed. Welkom bij deze drive-in douanepost. Legt u uw paspoort maar in de paspoortscanbak. Oké. U hoort zo dadelijk een paar belangrijke vragen voordat u de grens mag passeren. Oké, Bobby, onze paspoorten. Dit is een belangrijk moment. Deze mensen gaan bepalen of we het land in mogen. Even geen grappen, gewoon doen en op alle vragen gewoon ja antwoorden. Oh, dat kan ik. Ja. Heeft u gevaarlijke stoffen bij u? Ja. Heeft u wapens bij u? Ja. Smokkelt u drugs het land in? Ja hoor. Bent u ooit in aanraking gekomen met de politie? Ja. Hou nou eens even op, wat ben jij nou weer aan het doen? Ik moest toch ja zeggen? Het is fout, het moet anders, het is nee. Oh, het is nee. Denk nou toch maar. Ja. Nee, het is nee. Oh. Laat mij maar. Zult u zich tijdens uw verblijf netjes gedragen? Nee. Komt u hier met goede bedoelingen? Nee. Houdt u zich aan alle regels van dit land? Nee. Wilt u ons land eigenlijk wel bezoeken? Nee. Dan moeten we u helaas de toegang tot Boonga Boonga weigeren. En zullen nu uw paspoort vernietigen. Wat? Ze gaan nu door de shredder. Wat? Luisteren goed naar het zacht knisperend geluid van de shredder. Voor het dramatische effect doen we er een mooi muziekje bij. Oh, dat is de shredder. Dat is jouw paspoort. En de mijne. Leuk muziekje, man. Ja, leuk muziekje, man. Nou hebben we geen paspoort meer. Nu kunnen we niet meer Boonga Boonga in. En dan kunnen we die vis niet meer terugbrengen naar het Gloriameer, Bobby. En wacht eens even. Ik bedenk me nog wat anders. We kunnen ook niet meer terug naar Nederland, want we hebben geen paspoort meer. Bobby, we zullen de rest van ons leven hier moeten slijten op de grens van Lameliplos en Boonga Boonga. Haha, leuke grap, Ernst en Bobby. Ernst? Ernst en Bobby, weet u wie wij zijn? Maar natuurlijk. Iedereen kijkt hier naar jullie illegale downloads. Oh. De serie heet hier trouwens Ernstos, Bobbels en de Restos. Okay. Erg leuk. Nou jongens, kom maar binnen hoor. Jullie paspoorten liggen gewoon in het bakkie. Okay. Nog wel even betalen en dan mogen jullie echt naar binnen. Oh, maar we hebben geen contant geld bij ons. Mag je hier ook met een pasje betalen? Tuurlijk. Oké, doe ik dit pasje. Prima akkoord. Oké. Welkom in Boonga Boonga. Wat komen jullie hier eigenlijk doen? Oh, we komen onze verjaardag vieren. Nee. Oh nee, drugs smokkelen. Hou nou eens even op. We komen een zeldzame vis terugbrengen. Oké, whatever. Dag jongens. Ernst als Bobbels en de rest. Nou, Bobby, dat ging goed. Bobby, we mogen naar binnen. Boonga Boonga. Here we come. We zijn er bijna, we zijn er bijna. Maar nog niet helemaal. Koppiekal, we zijn er bijna. Oh, Ernst, hallo. Wat is het hier donker? Jongens, is het bij jullie ook zo donker? Ernst, waar ben je? Ik zie je niet. Ik ben hier. Waar is hier? Bobby, we zijn er. Kijk nou, volgens mij is... Ik zie je. Hallo, hier. Ja. Hier is het Gloria meer, man. We zijn er. Het water, kijk dan. Oh, geweldig. Het is hier leuk. Hey Ernst, weet je wat? Ik heb een heel leuk idee. Oké. Zullen we hier op het strandje kuilen gaan graven? En dan doen we wie de diepste kuil heeft. Nee, we gaan vliegeren. Ook lekker zo. Nee. Nee, we gaan natuurlijk onze verjaardag vieren. Bobby, denk nou toch eens even na. We hebben een vis. Nou, ik heb liever een taart. Gewoon een lekkere grote taart. Een zeldzame vis, waar er maar 3 van in de hele wereld zijn, weet je nog? Oh ja. Die gaan we hier vrijlaten in het Gloriameer. Ja. Hey Ernst, dan heb ik zitten denken dat Bibi het eerste stukje niet hoeft te zwemmen. Oh, dat is mooi. Want dan pak ik het beet en dan gooi ik haar zo in het water. Is het een ze? Bibi is een vrouwtje. Hoe weet je dat? Kan je zien. Nou, laat maar zitten. Ik hoef het... Nee. Bobby, het is geen vliegende vis, hè? Nou, weet je wat? Dan zet ik hem neer en dan schiet ik daar zo, toink. Of ik doe het met mijn tennisracket zo, toink. Het is een vis. Ja, een surfvis. Bobby, als we jou je gang laten gaan, dan zijn er dadelijk maar 2 van die vissen nog in de hele wereld. Oké. Okay. Denk nou toch eens na. Man, we zijn de hele voorstelling bezig om hier te komen. We hebben zelfs onze verjaardagen opgegeven om hier deze vis in het Gloriameer vrij te laten. Dan gaan we hem toch niet zo, toink, in het water gooien. Nee, dat is waar, Ernst. Ik vind
dat we er een momentje van moeten maken. We moeten er een mooi moment van maken. Een officieel moment. Ik weet wat. Ik ga die vis in het water laten. Ja? Statig. Ja? En jij gaat met alle aanwezigen een toepasselijk lied zingen. Nee joh, laten we dan samen, dus met iedereen in de zaal en dan wij, een liedje zingen. En dan laten wij dadelijk samen het visje vrij. Ik heb maar wel een toepasselijk liedje. Oké. Okay, het gaat over het vrijlaten van een vis. Een liedje van Ernst de Bobby, hè? Ik vind het goed. Oké, okay, ja. Zingen we met z'n allen. Zo maak je kaas, kaas, kaas. Over het vrijlaten van een vis. Mijn konijn, wat is dat? Een vis. Mijn tonijn, wat is dat ontzettend fijn. Een liedje van ons over het vrijlaten van een vis. Ik bedoel, moet toch kunnen. Het is ook stom. We hebben echt 1000 liedjes over de meest stomzinnige onderwerpen. Hoe maak je kaas, elektriciteit. Heb je eens een keer een toepasselijk liedje over het vrijlaten van een vis? Ik weet wat. Wat is er? Ik weet wat, Ernst. Ik weet een heel goed liedje wat we nu kunnen zingen. Kijk. Kijk. We laten het visje dadelijk vrij in het Gloria meer, toch? Ja. Ja, en dan hopen we dat hij daar voor de rest van zijn leven blijft leven. Ja, dat hij heel lang blijft leven, ja. Ja, als we nou zingen, met z'n allen, die kennen ze namelijk allemaal, lang zal ze leven in de Gloria, met een G. Die past perfect. Dat is een geweldig idee. Ja. Maar wacht even, jongens en meisjes, vaders en moeders, opa's en oma's, dit is een officieel moment, dus ik wil dat jullie allemaal gaan staan. Oh, ga mooi. Even allemaal staan. Oh, mooi, iedereen staan, ja, ja. Beetje en dan op. Zo, hè, en zo? Nee, 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 nee. Je hand op je hart. Oké, okay, doe je rechterhand op je linkerhart. Oh, kijk nou, Bobby, de vlag van Boonga Boonga er ook bij. Oh, leuk. Oké, okay, je rechterhand op je linkerhart. Ja, je hart staat aan de andere kant, hè, echt. Ga maar weer appen. Dat is beter. Nee, grapje. Kijk. Kunnen we al? Wilhelmus! Oh. Lang zal ze leven. Allemaal. Lang zal ze leven in de gloria. In de gloria. In de gloria. Ja, helemaal top mensen, helemaal goed. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de gloria. In de gloria. In de gloria. Hij gaat door. Oh, blijf hij staan. Gaat door. Hij gaat door. Blijf staan. Beetje serieus kijken zo. In de. Sorry, hij is nog niet klaar. Staan, staan. Zo, nou mag u zitten. Nee, nee, sorry. Nee, één keer. Sorry, blijf staan. Was dat hem? Ik denk wel. Oh. Ik durf niet meer te bewegen, man. Ik durf niet meer te kijken. Oh. Ja, hij is klaar. Is hij klaar? Ga lekker zitten. Is hij klaar? Ga maar lekker zitten. Huh? Bobby. Als je vanaf deze kant kijkt, lijkt het net alsof dat pakketje weg is. Ernst, als je vanaf deze kant kijkt, is het pakketje ook weg. Wat is er gebeurd, jongens en meisjes? Heeft iemand het pakketje meegenomen? Waar is hij naartoe gegaan? Oké. Jongens, ik snap wat er gebeurd is. Ernst! Ernst! Weg! Ernst, kom weg! Ik weet wat er gebeurd is, joh. Wat is er gebeurd? Er is een man die heeft het pakketje meegenomen. Ja, dat weten zij, dat ja, zeggen ze. Maar die dacht, ik ga het strand lekker opruimen. En er staat een kartonnen doosje. Dat moet ik natuurlijk even wegzetten bij het oude karton. Toen heeft hij het weggezet. Dan ja. Komt hij het dadelijk terugbrengen. En dan zegt hij, pardon, pardon, ik dacht de karton. Alsjeblieft. Komt goed. We zitten niet in Italië. Nee, maar zoiets zegt hij dan. Nou, Bobby, het zal wel dat dat zo is, maar
Die man die weet helemaal niet dat er een vis in het pakketje zit. Dadelijk vergeet die Bibi eten te geven. Oh ja. Dadelijk vergeet die Bibi water te geven. Of dadelijk vergeet die Bibi uit te laten. Ja, uit te laten. Bobby, wat moeten we doen? Nou, Ernst, ik denk dat we even moeten wachten totdat die meneer terugkomt. Wachten? Gewoon even wachten. Komt dit goed? Dit komt altijd goed. Oké. Okay. Nou, maar Bobby, één ding. Je bent het toch met me eens? Het zit ons ook niet mee. Nee, maar het zit ons wel lekker tegen. Ja, dat dan weer. Lekker tegen. Oké. Okay. Nou, jongens, volgens Bobby komt het goed. Het moeten we gewoon goed. Even wachten. Je springt net van de hoge voor een hele diepe duik. Zit er mooi geen water in, hij is buiten gebruik. Het meisje van je dromen vraagt je, zeg, ga je mee? Je laat van schrik een windje, maar je was aan de diarree. Oh nee, je hebt zo van die dagen, dan zit het je niet mee. Zing eens mee. Oh nee, oh, mooi, heel mooi. Dan zit het je niet mee. Of deze jongens en meisjes. Krijg je van je pa een fiets, is hij helemaal top, top. Rij je dan hard van een berg, oh, zit er geen rem op. Je trekt het raampje open, omdat je het warm had. Maar je was vergeten dat je in een duikboot zat. Oh nee, je hebt zo van die dagen, dan zit het heel je lekker niet zingen. Mee. Oh nee. Lekker. Dan zit het je niet mee. Op deze jongens en meisjes. Bij de parachutles spring je het vliegtuig uit. Duikvlucht naar beneden, het ziet er prachtig uit. Maar waar is nu het touwtje? Oh, dat is jammer dus. Want het was geen parachute, maar de rugzak van je zus. Oh nee. Je hebt zo van die dagen, dan zit het je niet mee. En jullie weer. Oh nee. Moeten jullie wat mee doen? Is mooi. Dan zit het je niet mee. Maar jongens en meisjes, maak je maar geen zorgen. Het klinkt misschien wel maf. Maar de raarste avonturen, die lopen vaak goed af. Kijk, bij Ernst en Bobby loopt het meestal. Zeker weten. Oh nee. Je hebt zo van die dagen, dan zit het je niet en jullie mee. Weer. Oh nee. Leuk, hè? Dan zit het je niet mee. Bobby, nou. Bobby, nog steeds geen pakketje. Nee, en geen vis. En geen man. Bobby, we moeten ons pakketje hebben met die vis. Wat moeten we nou doen, man? Nou, wacht eens, ik heb een goed idee. Ja, ik ken die idee van jou. We gaan kuilen graven op het strand. Nee. En we gaan vliegeren. Nee. Diepzeeduiken. Nee. We zijn ons pakketje kwijt. We zijn ons pakketje kwijt. We bellen Trek en Trace. We bellen Trek en Trace, natuurlijk. Heb jij mijn telefoon? Jij hebt mijn telefoon nog. Oh, dat kan ook wel, ja. Bobby, oh, waar zit die? Oh, hier, ja. Oh, Bobby, het nummer staat er nog in. Helemaal goed, Trek en Trace. Enter. Doe je enter? Enter, ja. Hallo, daar zijn we weer, Trek en Trace. Hey, Trace, oh, wat lekker, we zijn weer in beeld. Oh, zijn ze weer wat kwijt, die jongens? Ja, hun verstand, denk ik. We zijn weer ons pakketje kwijt. Ja. We gaan wel even kijken. Ja. Eens even kijken. Waarom zeggen jullie oh? Niks hoor. Oh. Ja, nou zegt u zelf ook oh. Kunt u zien waar ons pakketje is, mevrouw? Nou, kijk. Dat pakketje, dat staat heel diep in de jungle. Op een plek waar je eigenlijk niet wil zijn. Een gevaarlijke plek. Ja, jongens, daar wil je echt niet wezen hoor. Maar is die gevaarlijke plek heel ver weg of is die een beetje dichtbij? Goeie vraag. Nou, het is ongeveer 100 meter diep de jungle in en dan naar rechts. Ja, maar ik zou het niet doen, naar mij te gevaarlijk daar. Ja. Succes! Ja, Bobby, ons pakketje met die zeldzame vis is 100 meter diep de jungle in op een supergevaarlijke plek. Wat moeten we doen? Wacht even, ik heb een heel goed idee. Oké. Ik ga op de uitkijk staan. Ja. En jij gaat naar die gevaarlijke plek.
Ja, of andersom, hè. Oké, dan ga jij naar die gevaarlijke plek en dan blijf ik op de uitkijk staan. Ook goed. Bobby, heb je nog meer goede ideeën? Nou, ik heb misschien wel een heel leuk idee, Ernst. We nemen de drone... Ach, hou nou toch eens op over die drone. Weet je wat we dan doen? Nee. Dan vliegen we met die drone de lucht in. Dan gaan we 100 meter de jungle in. Dan doen we daar de camera aan. Dan ziet hij wat er op de grond gebeurt. En dan staan wij veilig hier. Hey, goed idee? Nee? Nee, stom. Ernst, ik heb de laatste tijd alleen maar stomme ideeën. Stom. Wacht eens even, jongens en meisjes. Was dat een stom idee van Bobby? Dat is eigenlijk best wel een goed idee. Bobby, huh? Bobby, het heeft even 20 jaar geduurd, maar je hebt eindelijk een goed idee. Heb ik een goed idee? Jij had een goed idee. Dat kan echt waar, man. Gefeliciteerd. Maar wat was mijn idee ook weer? Ik heb wel vergeten. Oké, dat is ook mooi. Je hebt een idee en je weet het niet meer. Oké, Bobby, ik pak de drone. Het gaat over de drone. Oh, wat leuk. Mijn rugzak. En toen? Bobby, we vliegen met de drone naar die gevaarlijke plek in de jungle. Oké. Ja, als we dan bij die gevaarlijke plek zijn, dan zet ik de camera aan. Ja. Dan zien wij hier op het scherm wat er dan daar aan de hand is. En dan blijven wij op veilige afstand. En dan zien we wat er gebeurt op Man, die gevaarlijke plek. Dat is een geweldig idee. Van wie was dat? Van jou. Van mij. Ernst, heb ik nog een vraagje. Mag ik dadelijk bij het raampje zitten? Wat? Bij het raampje zitten van de drone. Je... Dat ik daar buiten kan kijken. Je kan toch niet met een dronekart er niet bij het raam zitten? Kun je niet bij het raam zitten? Nee, natuurlijk niet. Oké, dan gaan we bij het gangpad, dat ik mijn benen een beetje kwijt kan. Zo goed. Doen we dat wel. Oké, kom op, droontje, je kan het. Nou, omhoog. Zo, eens even kijken hoor, Bobby. Ja, die kant op. Oké. Ja, die kant op. Oh, Bobby. Oké, omhoog, hè. Bobby. Omhoog, ja, camera aan. Ja, nee, dat pakketje met die zeldzame vis staat gewoon hier. Die stond dus gewoon op het strand. Nou, ik weet zeker dat ik hem heb opgestuurd. Nee, natuurlijk heb ik niet mijn eigen naam gebruikt. Ik gebruik altijd Tante Marie. Nou ja, ik stuur het pakketje wel nog een keer op. Ja, en dan doe ik gelijk die aap erbij die ik vannacht gevangen heb. Daar zijn er maar 5 van op de hele wereld. Super zeldzaam beest. En heel veel geld waard. Stroop ze. Jongens, was dat die man die jullie gezien hebben? Bobby. Het was een stroper. Lekker voor op je pannenkoek. Nee, een stroper, dat heeft niks met pannenkoeken te maken. Een stroper, dat is een boef die zeldzame dieren pikt. En die verkoopt die voor heel veel geld. Of zij, hè? Dat kan natuurlijk ook allemaal. Oké, en is die boef jouw Tante Marie? Lekkere familie heb jij. Mijn Tante Marie? Ja? Ik heb geen Tante Marie. Oh? Ik ging ervan uit dat jij een Tante Marie had. Jouw Tante Marie. Tante Marie? Ja. Van ome en Tante Marie. Nee hoor, ik heb ook geen Tante Marie. Dat ben je niet. Nee, ik heb alleen maar Debbie en Esmeralda. Ik heb maar 2 tantes. Oké, nou Bobby, maakt nu even niet uit. Dat doen we later wel. Wat nu veel belangrijker is, is dat we die boef gaan vangen, die stroper. Oké, maar hoe gaan we dat dan doen? Ja. Wow. Ernstos en Bobos, jullie zijn net zo dom in het echt als op tv. Jullie gaan niemand bevrijden. En ik stuur die beesten naar Nederland. En weet je wat? Ik ga nog een aap vangen. Wat is dit nou weer, Bobby? Dit is gewoon een kooi van licht. Daar kan je gewoon uit als je... Auw! Auw, wat is dit, Bobby? Lachen maar mee, met mijn neus. Mijn billen. Auw! Oh, Ernst, wacht even. Ik heb een hele leuke. Da-da-da-da-da. Oh, moet je ruiken. Kippendijen op de barbecue. Ga toch op, man. Lekker, man. Ja, lekker, man. Wat lekker, man. Zitten we hier in een kooi opgesloten? Ja, en dan heeft die stroper ook nog eens een keer het meest zeldzame dier ter wereld gevangen. Een levende soepkip. Ja. Wat moeten we nou? Zit in een wildvreemd land, in een kooi, niks te doen? Nou, weet je wat? Misschien mag ik nu even met je droontje spelen. Ik heb nog helemaal niet met dat ding gespeeld. Wacht eens even. Wat? Bobby, ik heb een idee. Wat? Die drone, die gaat ons bevrijden. Hey, Ernst, daar passen we toch niet in? Dat zei je net, daar passen we niet in. Nee, je snapt het niet. Bobby, weet je nog, die boef die kwam er net daar aan, die stroper. En die drukte toen daar op die rots, op die knop. Waar? Daar. Hier? Auw, dat is... Erg grappig. Leuk, man. Toen drukte die
daar op die knop, toen kwam deze kooi. Ja. Als ik nou probeer met mijn drone te vliegen naar die knop en op die knop te landen, ja, dan gaat misschien deze laserkooi weg. Oké, okay, lukt dat echt? Nou ja, ik weet het niet, Bobby. Je weet wat ze van zo'n drone zeggen. De meeste dronen zijn bedrog. Ja. Het is wel grappig dit. Wij vinden dit zelf de allerleukste grap uit de voorstelling. En daar heeft echt nog nooit iemand om gelachen. Kennen jullie dat liedje? Want laat zitten. Als je even grappen moet gaan uitleggen, dan... hier, Bobby, pak jij de drone? Oké, okay, wacht even. Ik vliegen. Oké, okay, droontje, het doet maar heel eventjes zeer. Maar je moet er even door het straaltje heen. Oké, okay, doe je best, hè. Naar de knop. Ik vlieg, hè. Wist je dat? Droontje. Ja, laat zitten. Oh, ja. Gaat-ie. Sorry. Oh. Oké, okay, Bobby, daar komt hij een stukje... stukje naar voren. Bobby. Ja. Bobby. Wat? Die stroper komt eraan. Droontje, kom terug. De stroper komt eraan. Droontje, terug. Deze kant op. Ja, oké. Okay. Oh, zag ik daar nou een zeldzame vlinder? Ook mooi, een grote vlinder. Meneer de stroper, we hebben nog twee hele leuke aanbiedingen voor Wat? U. Dat is een, hoe heet het, een zuurpruim en een levende soepkip. Vlindertje. Oh, vlindertje. Kom maar bij papa. Meneer de stroper... die vlinder die is net daar de jungle ingevlogen. Die kant op. Dat is een hele mooie vlinder. Ja, ja, een witte met lampjes. Ja, niet met lampjes, soepkip, met bultjes. Lichtgevende bultjes. Ja, wat dan met je lichtgevend? Dat geeft toch licht? Ja, dat moet je toch niet zeggen? Oh. Oké, okay, daar gaat die, Bobby. Oké, okay, broodje nog een keer. Oké. Okay. Oké, oh, oh. Oké, okay, jongens, willen jullie me een klein beetje helpen? Het is heel moeilijk te zien vanaf deze plek. Als ik boven de knop vlieg, willen jullie dan heel hard gillen? Te ver, te ver. Oh, terug, terug, terug. Okay, nog een keer. Okay, die kant op. Oké, okay, tik hem aan, tik hem aan. Tik hem aan, ja, 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 ja. Het is gelukt, Bobby, het is gelukt. Ernst, ik ga die aap halen en die vis. Bobby, die aap, wacht nou even, die zeldzame aap. En onze zeldzame vis, dat komt later wel. Wat nu veel belangrijker is, Bobby, is dat we die boef gaan vangen, die stroper. Maar ja, waarmee? Ernst, hij legde het net neer. Wat legde hij net neer? Hij legde het net neer. Wat legde hij net neer? Hij legde het net neer. Zeg dat dan. Dat zeg ik. Ik heb een heel goed idee. Jongens, weet je wat ik ga doen? Ik ga de boef vangen, ik ga zo staan. En als die dan dadelijk aankomt, dan doe ik dit. Zal ik dat doen? Bobby. Oké. Okay. Je hebt ongeveer een geel fluoriserende jas aan. We staan in een groene jungle. Iets in mij zegt me dat hij dat gaat zien. Dan ga ik me verkleden. Ah, ga nou toch een beetje verkleden, man. Ik ga me verkleden, man. Even kijken, als tak of als boom. Nee, ditte. Jongens, kijk dan. Ik ga als struik. Ga je je verkleden als struik? Ja, leuk. Ja, maar wacht, dit is wel een leuk ding dit. Maar jij had toch vroeger zo'n heel struikpak, wat ze in het leger ook hebben. Dat je echt zo'n struik wordt. Oh ja, die had ik inderdaad. Maar die is gestolen. Dat meen je niet. Ja. Door wie? Door een struikrover. Oh ja, en daar lachen ze dan wel met z'n allen om. Oké, okay, luister. Je ziet hier niet uit, man. Oké, okay, luister. Jongens, ik heb drie belangrijke mededelingen voor jullie. Drie belangrijke dingen. Eén, als jullie dadelijk die boef zien... Niks zeggen. Doodstil zijn. Is dat afgesproken? Twee. Allemaal nu je lichtje uitdoen. Allemaal je lampje uit. Hij mag echt niet weten dat hier iemand is. En de derde, allerbelangrijkste... ben ik vergeten. Allemaal de wind laten. Ja, allemaal... Hey, hou nou even op. Ik weet het alweer. Allerbelangrijkste... Allemaal verstoppen achter je stoel. Naar beneden, naar beneden, okay, naar beneden, naar beneden. Oké, ook snel mijn lampjes van mijn drone uitdoen. Oh jee. Wat is er? Ernst, ik moet plassen. Hou op. Oké, okay, ik hou het op. Vlindertje. Oh, vlindertje. Kom maar bij papa. Ja! Ja! Ik heb hem! Ik heb hem! Maar dan ook alles, 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 alles. Alles komt goed. Maar dan ook alles, alles, alles.
we zijn hier. En die stroper die zit daar. We hebben het echt weer voor elkaar. Eén ding, ik vond het wel een beetje spannend. Ernst, ik sluit hem op in zijn eigen huisje. Hé, maar wacht, zing je dan nog wel mee? Ja, natuurlijk. Alles komt goed. Maar dan ook alles, 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 alles. En nou jullie. Maar dan ook alles, 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 alles. Dus jongens, alles komt. Ja, wat goed zeg. Oké, jongens, ik ga nu Bobby roepen, maar die is heel ver weg. Dus let op. Bobby, heb je het pakketje met die vis? Waarom praat je zo raar, Ernst? Nee, laat. Bobby, omdat ik net doe alsof je heel ver weg bent. Maar laat nu maar zitten. Ik sta gewoon hier. Hey Bobby, heb je het pakketje met die vis, onze zeldzame vis? Ja, maar niet alleen de vis, Ernst. Wat dan? Ik heb ook je broer. Mijn broer? Oh, jongens. Dat is die zeldzame aap. Ja. Wat een schatje. Ja. Wat is die liefste? Ah, mag ik hem aaien? Tuurlijk. Mag ik hem aaien? Tuurlijk. Hij zegt nee. Nou, maakt uit. Het is vervelend. Zo, moeilijk hè? Zo. Wat nou weer? Doe nou even een laatste kindervoorstelling. En weer levend. Zo, nou. Jongens en meisjes, vaders en moeders, opa's en opa's. Oma's. Het grote moment is aangebroken. Dat we hem vrij gaan laten in het Gloria meer. Nee, die aap kan niet zwemmen. Die vis... Ik heb het natuurlijk over die vis. Die aap, dat komt later wel. Zit die vis er eigenlijk nog wel in? Ik denk het wel. Oh ja, hij zit erin. Oké, jongens en meisjes. Dit was... Oh, nou, toch eens. Jongens en meisjes. Het officieel moment. Klaar? Mama. Mama. Het is altijd nog papa moet het er zijn, hè? Opa. Goed. Oh, nou. Jongens en meisjes, dit is een officieel moment. Ja, hou op, maar. Het is een officieel moment. We gaan de vis vrijlaten in het Gloria meer. Ja, dat is leuk, jongens. Jongens, zwaai maar even allemaal. Zwaai maar even allemaal naar de vis. Ooit moet je ze loslaten. Los. Daar ga. Behouden vaart. Schip ahoy. Ik weet niet wat je zegt in de vis. Daar ga je. Daar ga. Oh, Bobby. Bobby, ja! Daar gaat ie. Het is gelukt! Yes! Oh. Er is alleen één ding, Bobby. Wat is er? Onze verjaardagen. Wat is daarmee? Onze verjaardagen. Wat is met onze verjaardagen? Ja, onze verjaardag is natuurlijk wel heel anders gegaan dan we hadden bedacht. Heb jij nou toch nog wel een beetje een leuke verjaardag gehad? Man, ik heb een hartstikke leuke verjaardag gehad. Ik heb met de drone gespeeld. We hebben Lang zal ze leven in de Gloria gezongen. En ik heb me wel 3 keer verkleed, Ernst. Ernst, dit was de allerleukste verjaardag die ik ooit gehad heb. Ah, wat fijn. Hé, hey, en jongens en meisjes, vaders en moeders, opa's en oma's. Vonden jullie dit ook een fijne verjaardag? Ja? Hé, maar wacht. Nou zeggen jullie dat jullie het een fijne verjaardag vonden. Maar weten jullie wel dat deze verjaardag, deze voorstelling voor ons, voor Bobby en voor mij, een heel bijzondere betekenis heeft? Want met deze voorstelling, met deze verjaardag, vieren wij dat we dit jaar, precies dit jaar, 20 jaar op de Nederlandse televisie zijn. Wat een end, hè? Ja. Je kan het wel zien, hè? Ja, bij mij kan je het zien, ja. Hey. Okay. Hey, jongens en meisjes, dat kunnen we alleen maar dankzij jullie, ons publiek. En daarom willen we jullie bedanken. We willen jullie bedanken dat jullie hier vandaag allemaal waren. We willen jullie bedanken dat jullie zo goed hebben meegedaan. Maar we willen jullie vooral bedanken dat jullie ons publiek willen zijn. Dank jullie wel. Ernst, maar dan moeten we toch even zingen met z'n allen? Ja, maar wat zing je dan op zo'n moment? Nou, Lang zal ze leven in de Gloria natuurlijk. Ja, eigenlijk wel, hè. Maar wacht even, het is ons allerlaatste liedje. Dus ga eens even allemaal staan, iedereen. Ja, en dan zwaai je met twee handen. Twee handen en zingen. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de Gloria. In de Gloria. In de Gloria. En even allemaal zwaaien naar Trek en Trace. Even zwaaien naar Trek en Trace. Trace. Deze kant. Trace. Hier zitten ze. Hier. Ja. Oh, en even zwaaien naar de nieuwslezer. Dag. Oh ja, hallo. En wie hebben we nog meer?
Oh, de boef, hij zit vast. Jongens, de laatste keer, uit volle borst, allemaal. Lang zal ze leven. Tot ziens, hè. Lang zal ze leven.